Nou, dan gaan we van start met deze webinar vandaag, de 29e van september volgens mij. Ik zag nog veel laatste aanmeldingen, dus nog net op het nippertje, dus hartstikke welkom hier bij deze webinar. Vandaag gaan we het hebben over werken aan de toekomst met de tools van nu. Daar ga ik uiteraard zo nog even op terugkomen wat dat precies gaat inhouden vandaag. Maar eerst nog eventjes voorstellen wie jullie nu eigenlijk horen. Aan de ene kant hebben jullie Bastiaan Brands, Product Manager bij Otis. En ikzelf ben Janine Niebuhr, ook Product Manager bij Otis. En Ja, Bastiaan, precies. je hoorde hem net al even kort, die zal ook tijdens het webinar het vragenpaneel aan de rechterkant in de gaten houden. Dus mocht je tijdens het webinar vragen hebben, stel die vooral. Bastiaan zal deze monitoren. En op het moment dat het voor iedereen interessant is, zal hij mij ook onderbreken om de vraag tijdens de webinar te behandelen. Maar het kan ook zijn dat hij jouw vraag even persoonlijk beantwoordt. Yes. Mocht het nou zo zijn dat nadat de webinar is afgelopen je toch nog vragen hebt, stel deze dan ook gerust en stuur dan even een mailtje naar marketing@otis.nl en dan zal ik of een andere collega er bij je op terugkomen. Vandaag gaan we het dus hebben over werken aan de toekomst met de tools van nu. Maar dit maakt onderdeel uit van een webinarreeks. Dus de afgelopen 3 weken, dit is de vierde, hebben we al een aantal webinars gegeven. De eerste webinar begin september ging over het strategisch contact leggen en onderhouden, gegeven door mijn collega Martijn Roffel. En dat ging met name over het eerste stukje van relatie en vacatures. Dus hoe kan je op de juiste manier contact houden en leggen met je relaties. En hoe zorg je bijvoorbeeld ook dat bepaalde tools zou kunnen helpen in het werven van nieuwe relaties, maar ook van nieuwe vacatures en aanvragen. De tweede webinar, die heb ik zelf gegeven, ging over het vinden en binden van de juiste kandidaten met automatisering. Ik heb het met name toen gehad over een stukje van het wervingsproces van kandidaten en hoe je een kandidatenpool kan opzetten en kan beheren. En hoe dat ook vooral heel erg nuttig kan zijn tijdens het matchproces. Vorige week heeft Bastiaan een webinar gegeven. Dat ging over de optimalisatie van operationele processen. Die heeft met name toen gekeken naar het stukje rondom plaatsingen, het contractmanagement, leegloop. Wat is het eigenlijk? Hoe moet je ermee omgaan? Hoe kan je er ook rekening mee houden in je matchproces? En over een stukje payrolling. Hoe ga je om met de uren en facturatie, maar ook het ziekteverzuim? En vandaag gaan we dan kijken naar het werken aan de toekomst met de tools van nu. Ik ga, dat is misschien wel goed om te weten, niet van alles in auto's laten zien. Het is met name dat ik jullie een stukje achtergrond wil bieden. We hebben eigenlijk zeg maar het stukje theorie en ook een stukje uitleg in het auto-systeem in de afgelopen 3 webinaren gedaan. En nu is het een soort, nou, samenvatting wil ik het niet helemaal noemen. Maar tijdens de afgelopen 3 webinars hebben we veel tools besproken. Dus dat toch een stukje van, nou, dit is een beetje de theorie erachter. Zo zou je ermee om kunnen gaan. Dit zijn eventuele functionaliteiten in Otis. Of juist functionaliteiten van partners. Die je zou kunnen inzetten om dat proces te optimaliseren. Nou, en daar wil ik nog even een stukje dieper op ingaan. Van hoe kunnen we nou tools gebruiken? Hoe werkt dat eigenlijk in de praktijk? En jullie daar vooral een stukje kennis in geven, maar ook vooral hopelijk laten inzien dat er gewoon heel veel mogelijkheden zijn en dat de toekomst er gewoon heel zonnig uitziet. Dat wil ik jullie gaan meegeven tijdens deze webinar. Agenda. We gaan het even hebben over de beschikbare technologie voor recruitment. Waarom je op het moment dat je met verschillende systemen en tools werkt, waarom je dan gegevens zou willen uitwisselen. Waarom dat vroeger voor problemen eigenlijk zorgde. Wat dan dus de techniek vandaag is om dat te kunnen doen. Zogeheten APIs. Ik ga even een voorbeeldje in de praktijk uitleggen. En we gaan het ook vooral even nog hebben over hoe je slim of slimme tools kan koppelen. We gaan dus even beginnen met de beschikbare technologie voor de recruitment. Nou, ik heb hier een plaatje. Misschien ken je hem wel. Het is namelijk een afbeelding die Recruitment Tech heeft gelanceerd op 11 juni 2020 tijdens de Demo Day. Alweer de vijfde editie, dus je hebt misschien ook nog wel de oudere versies gezien. Dit is niet alomvattend, maar volgens mij zijn de meeste leveranciers van de Benelux erop die iets met het recruitmentlandschap doen. En je zal al zien dat je dus heel veel namen en heel veel partners hier ziet. En dat kan zijn omdat ze een recruitment site kunnen leveren,
Of dat ze juist heel erg gespecialiseerd zijn op flexsystemen. Of misschien meer op het sourcing en search gebied zitten. Al met al, er zijn gewoon heel veel tools en functionaliteiten en partners in de markt aanwezig die jou kunnen helpen of een stukje procesondersteuning kunnen bieden. Maar lang niet, alles is voor iedereen interessant. Hè? Dus het moet dan gewoon even kijken, wat is passend in jouw organisatie? Wat zijn de knelpunten binnen jouw organisatie? En op het moment dat je dat weet, dan kan je ook kijken van, hey, naar wat voor tool ben ik eigenlijk op zoek? Met wat voor partner of leverancier wil ik mee aan de slag? En besef je dus ook dat eigenlijk het bijna onmogelijk is dat je een leverancier gaat vinden die alles kan. Je zal toch zien dat iedereen zijn specialisme heeft, wat denk ik ook gewoon heel erg goed is. Maar dat één partij nooit alle facetten die je nodig zou kunnen hebben in het recruitmentproces kan ondersteunen. Maar wel dat zij in de loop van de tijd nu integraties, koppelingen hebben gelegd om wel vanuit één pakket bijvoorbeeld die tools te kunnen benaderen. Zodat je toch een beetje het gevoel hebt van één systeem. Dus dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Waarom zou je nou gegevens willen uitwisselen? Ik denk dat dat even het voornaamste punt is. Ik bedoel, leuk dat je op een gegeven moment met verschillende pakketten werkt. Maar waarom zou het dan handig zijn als die pakketten, die softwaresystemen, met elkaar zouden kunnen communiceren? Nou, het heeft één te maken met een stukje tijdsbesparing. Denk aan het feit dat als je geen gegevens meer dubbel hoeft in te voeren. Hè, ik heb in het ene systeem gegevens ingevoerd, ik heb daar een lijstje uitgedraaid en nou moet ik hup mijn lijstje pakken en bij het volgende systeem gegevens gaan inkloppen. Dat kost veel tijd. En op het moment dat de computer dat kan doen, dan gaat dat gewoon buiten jou om en gebeurt dat op de achtergrond. Hoef jij er verder niet bij na te denken. Je voert het op één plek in en op de andere plek komt het ook tevoorschijn. Dat is gewoon al een stukje tijd. Het heeft ook met snelheid te maken. Zit jij in een trein en zit je achteraan en moeten eerst al jouw collega's dus gegevens verwerken of gegevens nog weer inkloppen. Ja, voordat het dan een keer op jouw bordje komt, gaat het even duren. Terwijl het misschien al wel zo kan zijn als die ene collega het maar daar heeft ingetoetst, dan krijg jij het automatisch binnen ook op jouw platform en kan jij ook al gewoon je eerste stappen gaan zetten. Dus het is ook gewoon met een stukje snelheid dat een computer simpelweg sneller is ook dan een collega. Minimale foutkans. Ook niet onbelangrijk, op het moment dat jij bijvoorbeeld ook bezig bent met het overkloppen van gegevens. Vooral als het door een mens wordt gedaan, dan is een tikfoutje snel gemaakt of je vergeet een regeltje. Dat is vooral ook in het kader van persoonsgegevens niet altijd even handig. Als je de verkeerde e-mailadressen, telefoonnummers koppelt of wat dan ook. Dus ook daarin kan het door computers laten uitwisselen van gegevens de foutkans in ieder geval verminderen. Het biedt gewoon simpelweg het beste van twee of meer werelden. Mocht je nou werken met het recruitmentsysteem van Otus, de data software van AFAS, of misschien heb je ook nog de CV-screening tool van DataChecker. Waarom werk je niet met allemaal? Het hoeft echt niet echt een all-in-one oplossing meer te zijn. Je kan dus gewoon kiezen voor drie verschillende partijen die wel met elkaar communiceren. Zodat je gewoon van al die drie expertise's, de een zit meer veel op het werving- en selectiestukje, de ander meer op de data, de ander zit meer echt op het valideren van gegevens. Nou, fantastisch. Maar dan is het wel fijn als je dat gewoon vanuit één richting kan beheren, dat het een beetje gevoel is dat het wel gewoon één geheel is en niet dat je constant met verschillende systemen aan het werk bent. Ik denk dat de meeste partijen mensen dat wel in hun organisatie kennen, zodat die term valt, ontstaat er toch een soort van allergie. En dat is zonde. En het is nog een stukje veiligheid. Dus we hebben het oog op privacy van persoonsgegevens. Dan is het niet heel handig op het moment dat jij gegevens op een sticky gaat plaatsen, op een USB-sticky. Of dat je een Excel-tje gaat uitprinten. Of misschien zelfs notities gaat zitten maken op een kladblokje. Dat is niet handig. Is niet de bedoeling. En daarom is een goede samenwerking tussen de verschillende partijen. Tussen de verschillende softwareplatformen. Die gewoon zorgen voor een goede aansluiting. En vooral een veilige uitwisseling van gegevens. Dat kan gewoon veel veiliger dan op het moment dat jij het op een USB-stick hebt staan. Of op een Excel-uitdraai. Die gewoon veel makkelijker verloren gaan. Of in ieder geval in de handen komen van mensen die daar eigenlijk helemaal geen toestemming voor hebben. Dus veiligheid is ook zeker een belangrijk aspect daarin. Nou, dat klinkt natuurlijk allemaal logisch. Fijn als ik tijd kan besparen, snelheid, veiligheid kan garanderen en dat ik gewoon het beste van meerdere werelden kan gebruiken. Maar goed, waarom was dat in het verleden dan zo moeilijk? Daar komen we eigenlijk nu bij.
Vroeger waren er gewoon simpelweg een aantal problemen, een aantal hindernissen die voorkwamen dat er koppelingen gelegd konden worden. En dat had met name een stukje ego wil ik ook zeggen, maar ook een stukje techniek, dat de systemen gesloten waren. En dat wil zeggen dat de leverancier eigenlijk de gegevens achter slot en grendel heeft zitten. Er waren geen deuren of openingen, of hoe je dat dan ook wil zeggen, die toegang geven tot anderen. Dat is natuurlijk ook niet dat je zomaar een deur of een opening wil bieden aan iedereen. Je wil dat wel gecontroleerd doen. En dan zag je vaak dat vroeger er gewoon simpelweg de technologie niet beschikbaar was om dat gestructureerd en veilig te doen. Maar ook dat ze bang waren dat ze op die manier klanten te verliezen. Dus ze hadden een beetje het idee van zolang ik al mijn klanten maar helemaal aan mij vastbind, dat ze eigenlijk geen uitweg hebben of opening hebben ook naar buiten toe, dan behoud ik mijn klanten. Dus eigenlijk heel egocentrisch en bij elkaar willen houden van je bestaande klantenbestand. En ze waren bang als we een opening bieden naar andere systemen, nou, dan kan ik ze ook verliezen aan die systemen. En ik denk dat de huidige denkwijze wel is aangepast, dat we wat meer uitgaan van onze eigen krachten en expertise. En dat het juist het nut van delen van klanten eigenlijk heel positief kan uitpakken. Nou, vroeger was het ook simpelweg heel duur en traag. Het proces van een koppeling, het was dus al, systemen waren gesloten, dus om die dan wat open te zetten, daar moest al werk in verricht worden. Vervolgens heb je toch ook twee of meer developers nodig van beide partijen of meerdere partijen, die dan met elkaar gaan praten over wat er dan wel of niet uitgevoerd mag worden, welke data mag wel of niet benaderd worden, uitgewisseld worden. Dus alleen al dat overleg en het mogelijk maken om die gegevens te delen, daar ging al tijd in zitten. Nou, laat staan dat het dan nog het daadwerkelijk aan elkaar knopen van die gegevens en het uitwisselen van die gegevens, dat dat ook ontwikkeld moest worden. Dus het was best wel een duur en traag project. Als er dan al een koppeling was, dan is het vaak een soort van basiskoppeling waarin een import en export werd gefaciliteerd. Dus dat moet je zien. Het ene systeem heeft gegevens binnengekregen. Daar wordt een uitdraadje van gemaakt, een export. En het volgende systeem krijgt die export aangeleverd en kan dat weer gaan importeren. Dat is eigenlijk een van de meest basic koppelingen. Eigenlijk wordt er nog niet eens echt gecommuniceerd tussen die systemen. Want het is echt de ene rond zijn taakje af en dan kan de volgende zijn taakje gaan uitvoeren. Dus kortom, er waren vroeger weinig koppelingen en als ze er dan al waren, dan was de gegevensuitwisseling vrij beperkt en rigide. Bastiaan, zijn er op dit moment al vragen binnengekomen? Er is slechts één huishoudelijke vraag binnengekomen, even een huishoudelijke vraag, maar wel een goede huishoudelijke vraag. Kan je de eerdere webinars ook nog ergens terugkijken? Ja, aan het eind van de presentatie zal ik ook daar nog even op terugkomen, maar ik kan het ook nu noemen. Otis heeft gewoon een YouTube-kanaal, dus als je naar YouTube gaat en je klikt op of je zoekt op Otis, Otis Recruiting Technology, dan kom je ook ons YouTube-kanaal tegen en daar zijn ook de webinars terug te vinden. Ja, en Janine, ik weet het namelijk zelf niet helemaal zeker. Weet jij of de eerdere webinars al op ons YouTube-kanaal staan? Volgens mij normaal gesproken doet marketing na een... Dat direct, ja. Onze marketingcollega's direct na een webinar te plaatsen. Omdat dit een soort van serie is, zijn ze volgens mij voornemens om al die webinars, die hebben we dus allemaal opgenomen, in één keer na het laatste webinar te plaatsen. Dus die verschijnen snel op het YouTube-kanaal. En dan worden ze ook gecommuniceerd, zodat je een middagje... Van ben je zo 3-4 uur zoek, denk ik. Ja. Dus dat is volgens mij zeg maar onze Netflix-tactiek voor deze webinar. Ja, we zijn allemaal weer een beetje verplicht om thuis te werken. Hè? Dus dan in plaats van dat je reistijd hebt, kan je gewoon even een webinartje kijken. Ja, dus als je de webinars nu nog niet kan vinden, dan klopt dat. Maar ze komen er heel snel. Ja, ze komen sowieso online op ons YouTube-kanaal. Dat is één ding wat zeker is. Dat was hem. Oké. Nou, gaan we voor naar het volgende stukje. En dat is eigenlijk een gedeelte over de techniek vandaag. Waarschijnlijk kan je het wel inwenden dat, stel je hebt een detacheringsbureau en je maakt gebruik van een recruitment systeem, maar bijvoorbeeld ook een multiposter om je vacatures op verschillende jobboards te plaatsen. En je maakt nog gebruik van een urenregistratiestool. Nou, al die drie de tools werken fantastisch, maar ze zijn nog niet gekoppeld.
Nou, jij en je collega's zullen dan best wel veel tijd kwijt zijn aan het handmatig overkloppen van gegevens. Want ja, in je recruitmentsysteem wil je de vacature hebben, maar bij de multiposter moet je hem dan bijvoorbeeld ook weer invoeren, zodat hij naar de verschillende jobboards kan gaan. In je recruitmentsysteem heb je ook wat kandidaatgegevens en opdrachtgegevens en de vacatureinformatie. Maar vervolgens heb je die eigenlijk ook nodig voor je urenregistratietool. Maar ja, dat moet je dan ook weer overkloppen. Nou, daar gaat veel tijd in zitten en dus ook best wel wat frustratie en dat is heel erg zonde. En als je dan goed bekijkt, dan is het niet alleen deze drie tools, maar heb je waarschijnlijk nog wel veel meer tools die eigenlijk ook steeds een stukje informatie nodig hebben van een ander systeem. Dan kan je ervoor kiezen, dat noemde ik eerder al, voor gaan kiezen om een partij te gaan zoeken die alles heel goed kan. Dus die zowel dat recruitmentstuk kan doen, als ook gelijk kan multiposten die al, en ook even de uren kan registreren. Dat kan je gaan doen. Kan je alleen garanderen dat waarschijnlijk je dan toch op sommige vlakken bijvoorbeeld of moet gaan inleveren, of dat het toch niet, gewoon simpelweg niet mogelijk is. Dus als je echt alles bij elkaar wil gaan nemen, dat is er bijna geen enkele partij die overeind blijft die echt alles kan. En dan ook nog eens een keer alles goed zou kunnen. Dus dan zal je toch concessies moeten gaan maken. En immers, je werkt al met die drie tools. Je bent er al heel tevreden over. En je hebt al de investering gemaakt om om die tools naar jouw hand te zetten. Dan is het best wel zonde als je ook afscheid gaat nemen van zulke tools. Nou, vanuit daar is het natuurlijk ontstaan dat je systemen kan gaan koppelen. En gelukkig zijn bij de meeste softwarepartijen nu de mindset wel van, nou, we willen deze informatie met elkaar delen. Zodat iedereen gewoon vanuit zijn kracht en expertise kan opereren. En dat gebeurt met name door de hulp van API's. Nou, wat is nou eigenlijk een API? API staat voor een Application Programming Interface. En dat is eigenlijk een techniek om real-time gegevens uit te wisselen tussen softwaresystemen, alsof het zeg maar één totaalsysteem is. En een API is dus niet zichtbaar voor jou als gebruiker. Het is iets wat op de achtergrond werkt, communiceert met elkaar. Dus dat die computers eigenlijk, of die softwareplatformen, met elkaar die gegevens kunnen uitwisselen. Het is niet zo dat jij dat in je scherm ziet gebeuren, maar gewoon op de achtergrond vindt dat plaats, omdat jij in het systeem daar een toestemming voor geeft van, hey, op dit moment mogen er gegevens overgaan. Oké, dan doen wij dat op de achtergrond. En kan jij gewoon doorgaan met de werkzaamheden die je moet uitvoeren. Nou, wie stelt er zo'n API beschikbaar? Nou, dat zijn dus de softwareplatformen. Dat is bijvoorbeeld auto's, maar dat kunnen ook al die andere tools zijn. Die stellen die API beschikbaar. En je zal zien dat de meeste grote softwaresystemen, maar vaak ook juist de nieuwe opkomende systemen, een API hebben. Omdat ze gewoon weten dat het van belang is. Als jij bijvoorbeeld ook even in je browser op zoek gaat naar zo'n tool of partner en je typt ook API in, dan zal je zien dat ze al een stukje documentatie bijvoorbeeld beschikbaar stellen. Dus kan je al wel zien of ze dat ondertussen hebben. Nou moet je wel weten dat ondanks dat zo'n partij een API heeft, dat wil niet zeggen dat ze daarmee ook al hun gegevens beschikbaar maken. Dus het kan best zijn dat ze soms maar een klein onderdeel van het systeem puur even het mogelijk maken om kandidaatgegevens uit te wisselen. Maar dat het bijvoorbeeld niet mogelijk is om ook urengegevens uit te wisselen. Het ligt er wel een beetje aan in hoeverre die partijen hun API al compleet hebben. En hoever ze dat ook natuurlijk willen. Een API en dan? Nou, wij als Otis hebben bijvoorbeeld vrij uitgebreide API beschikbaar. Dus als je kijkt naar, wij gebruiken deze zelf ook voor het uitwisselen van gegevens op het eigen platform, het Go-platform. Dus eigenlijk als jij Go opent en de gegevens die je daar ziet, dat is gebaseerd op API's. Die stellen die informatie beschikbaar vanuit de database. Dus wij hebben eigenlijk al op alle onderdelen API's beschikbaar. En onze klanten kunnen ook toegang krijgen tot die API's. En dat wil zeggen dat onze klant ook toegang kan verlenen aan een derde partij om via die API's met hun database te communiceren. Denk bijvoorbeeld dat zij willen dat hun websitebouwer toegang heeft tot hun vacatureinformatie, zodat hij op hun website die vacatures kan presenteren zoals hun dat wensen. Maar het kan ook een andere technische tussenpartij zijn of een ander softwaresysteem die daar toegang wil tot hebben. Dus die heeft gewoon gegevens nodig van die database. En dat kan hij dus via die API's bereiken, zodat ze dat in hun tool verder kunnen oppakken of doorpakken. Wij bieden dus eigenlijk een soort van open API. En als een klant of partner heb je zelf de vrijheid om je eigen systeem te koppelen aan een ander systeem dat je wil. Dus dat is goed om te weten. Nou, wat is API first? Nieuwe recruitment tools worden
PAPI ook wel eens first gebouwd. En dat betekent eigenlijk dat de software zo gebouwd wordt dat het echt vanuit het oogpunt ook van het kunnen koppelen met andere software is gebouwd. Dus dan is het niet van we gaan een systeem bouwen. Oh, en nu moeten we kijken hoe we dat mogelijk maken om te koppelen. Nee, dan is het al van vanuit de denkwijze we moeten koppelen. En dan gaan ze hun softwareplatform bouwen. Dat is gewoon al een hele andere denkwijze. Maar je zult zien dat veel nieuwe tools juist op die manier ook werken. En dat is ook vrij slim uiteraard. Want als jij een vrij nieuwe tool bent in de markt. Je moet namaken. Dan zou het best wel veel energie ook kosten om bijvoorbeeld nieuwe klanten aan te trekken. En ben je dan nog maar een heel klein tooltje. En moeten mensen relatief veel werk doen om eigenlijk dubbele gegevens te gaan invoeren. Ja, dan is dat best wel een grote drempel. Maar als jij kan aanbieden, hey, jij kan je gegevens gewoon via je huidige tool aanleveren, of dat nou Otis is of een ander platform, ja, dan is het natuurlijk voor een klant ook veel makkelijker om te zeggen, oh, nou, als ik er niet zoveel voor hoef te doen, maar ik haal er wel voordelen uit, dan wil ik wel met jouw tool aan de slag. Dus je zal zien dat veel nieuwe partijen en tooltjes echt wel vanuit die API-first gedachte aan de slag zijn gegaan. Nou, dan gaan we eens even kijken. Trouwens, voordat ik verder ga, zijn hier vragen over, Bastiaan? Nee, hier zijn verder nog geen vragen over. Oké, heel mooi. Gaan we eens even kijken naar een voorbeeldje in de praktijk. Dus ik hoop dat het een beetje meer tot de verbeelding gaat spreken. Een van onze klanten wilde heel graag de conversie op hun website verhogen. En waar gaat dat dan over? Je hebt natuurlijk een aantal bezoekers die je vacature op de website bekijken. Dan zit er nog, zijn er bezoekers die ook daadwerkelijk het sollicitatieformulier bereiken. En je hebt nog bezoekers die ook daadwerkelijk de sollicitatie afronden. En in dat proces van gewoon de bezoekers die de vacature zien en bezoekers die ook daadwerkelijk de sollicitatie afronden, daar kan best wel een groot verschil zitten. En dat is natuurlijk die conversie. Dus hoeveel bezoekers kun je ook daadwerkelijk omzetten tot sollicitanten. Nou, zij zijn toen in contact gekomen met Jaboti. En Jaboti is een partij die recruitment chatbots ontwikkelt. En met deze chatbot wordt de bezoeker bijvoorbeeld al tijdens het bekijken van de vacature gevraagd of hij interesse heeft in die vacature of dat hij bijvoorbeeld ook nog vragen heeft. En als dat gesprek dan vordert, wordt op een gegeven moment gevraagd, nou, wil je ook solliciteren? En kunnen er een aantal basisgegevens uitgevraagd worden, denk aan naam, telefoonnummer en e-mailadres. Dus dan gaat die kandidaat of die bezoeker niet meer een sollicitatieformulier invullen. Eigenlijk vult hij zijn sollicitatieformulier al in via de chat. En dat kan gewoon net eventjes, je bent op dat moment dat hij naar die vacature aan het kijken. Je kan gelijk je vragen stellen en vervolgens ook nog gelijk je sollicitatieformulier invullen. Is toch al drempelverlagend en zorgt toch voor een hogere conversie. Nou, op deze manier, hè, via die chatbot, worden dus gegevens van de kandidaat verzameld. Ja, nou had het natuurlijk zo kunnen zijn als er geen koppeling zou zijn. Als er niet via API's gecommuniceerd kon worden. Dat die gegevens verzameld werden en dat Jaboti dan bijvoorbeeld een mailtje naar de klant stuurt. Van nou, deze kandidaatgegevens heb ik voor je. Dat staat dan in die mailbox. En vanuit die mailbox zou je dan zelf als recruiter bijvoorbeeld die kandidaat moeten in je systeem moeten zetten. Dat is vrij zonde. Hij blijft, zit toch een vertragende factor ook weer in. Dat mailtje moet verstuurd worden. Dat mailtje staat in die inbox te staan. Vervolgens moet die kandidaat nog weer aangemaakt worden. Daar gaat weer tijd over in. Dat is dus niet ideaal. En dat is ook de oude situatie zoals het vroeger ging. Wat nu dus mogelijk is en wat nu dus ook gedaan is, is dat die klant, Jaboti, toegang heeft gegeven tot de API-service van Otis. En zo kon Jaboti gewoon gegevens die zij via die chat opvroegen in Otis plaatsen. Zij maakten daarvan gewoon direct een nieuwe kandidaat aan in Otis. En vervolgens zochten ze ook nog even gelijk dat die kandidaat ook gekoppeld werd aan de juiste vacature. Dus dan heb je eigenlijk zoals je gewend bent, als een normaal gesproken een sollicitatieformuliertje wordt ingevuld, dat die kandidaat gewoon rechtstreeks in je Otis systeem staat, gekoppeld aan de vacature. Dan ging dat nu via de chat. En dat werd eigenlijk dus in eerste instantie niet door Otis gefaciliteerd, maar dat wordt door Jaboti, een tussenpartner, gedaan. Maar die spreekt, kan praten met onze API's. En dan werden die gegevens gewoon uitgewisseld. En dan kan jij gewoon gelijk verder met het contact opnemen van die kandidaat. Nou, dit was een startpunt. Otis was hier eigenlijk nog amper bij betrokken of mee bekend. Die klant was gewoon zelf in contact gekomen met Jaboti en had de API-service beschikbaar gesteld. Ondertussen zijn wij natuurlijk wel in contact met Jaboti en zijn er ook steeds meer uitbreidingen. Dat zal je ook zien, dat gewoon in de loop van de tijd, het begint misschien klein, maar op een gegeven moment komen er steeds weer stapjes bij. En nu kan het bijvoorbeeld ook zo zijn dat als jij een bepaalde status in Otis wijzigt voor een kandidaat, dat die kandidaat dan via WhatsApp een uitnodiging krijgt om een intakegesprek te plannen bij de recruiter bijvoorbeeld. En dat hij dat ook gewoon via WhatsApp zou kunnen doen.
Dat was een voorbeeldje in de praktijk. Ja, dat was een... Nou, het blijft rustig rond die vraag. Zo gaan we wel snel, denk ik, door de tijd. Ga ik geen uur in ieder geval vol praten. Nou, als we dan nog eventjes kijken van op het moment dat je aan de slag wil gaan met het dus slim of het koppelen van slimme tools, dan hebben we nog een aantal tips. 1. Houd het simpel. Eigenlijk al een beetje zoals met het voorbeeldje van Djibouti. Met een API is alles mogelijk. Als tenminste beide partijen zeg maar hun gegevens ook op die manier open willen stellen. Maar alles koppelen is vaak helemaal niet nodig. En dat is wel vaak dat je op het moment dat je denkt, oh, ik wil met die partij gaan koppelen. Dan heb je een hele specifieke vraag over het algemeen van tevoren. Dan kom je dus bij die partij terug. Hey, die kan dat. Oké, fantastisch. Maar vervolgens blijkt dat er nog veel meer mogelijk is. En dan kan het soms zijn dat die scope op een gegeven moment zo groot wordt. Dat je alles maar een beetje gaat ontwikkelen. Dat het eind van het verhaal misschien het budget ook op is. En dat je vervolgens dan eigenlijk waar je echt voor kwam, nog niet helemaal op een top ontwikkeld is. En dat is gewoon heel erg zonde. Begin dus echt met wat je nodig hebt. Wat de pijn is die je wilde oplossen. Wat het struikelpunt was. Wat de procesvertrager was. Nou, kijk daarnaar. Zorg ervoor dat dat een tool is waar je mee aan de slag kan. Zorg dat die koppeling ook gerealiseerd is. Houd het simpel, hè? Focus. En vervolgens kan je altijd in de loop van de tijd nog gebruik gaan maken van de verdere kansen die er nog zijn. Maar in ieder geval, houd het simpel en ga niet gelijk denken, we willen alles koppelen. Alles is gewoon, hè, volgens mij Bastiaan, als ik zeg, we willen alles koppelen of we willen alles hebben, dan krijg je daar ook altijd een beetje een rilling van. Concreet in je wens. Dat is echt wel belangrijk. Kijk ook naar een stukje investering versus rendement. Ja, het is door de API's makkelijker geworden om te ontwikkelen. Maar er gaat nog steeds tijd en geld in zitten. Dat blijft een factor. En dan moet je wel even kijken van wat is het je uiteindelijk daadwerkelijk waard. Ga jij een ontwikkeltraject in voor zo'n koppeling? En blijkt dat het iets is wat jij misschien maar 1 uurtje per maand gaat schelen. Dan is de investering misschien, in ieder geval een grote investering, het niet helemaal waard. Terwijl als het jou elke dag uren gaat besparen, dan kan de investering natuurlijk wel gewoon heel erg waard zijn. Dus kijk wel eventjes naar dat kostenplaatje van, hey, wat verwacht ik eruit te gaan halen? Wat voor tijd gaat het me sparen? Wat voor frustratie gaat het me besparen? Misschien kan het je mensen besparen, hè, dat je minder FTE's hoeft in te zetten. En zet dat ook af tegen de investering die verwacht wordt bij het maken van de koppeling. Eendag vlieg of blijver. Ook niet onbelangrijk om even in gedachten te houden. Je ziet genoeg tools de markt opkomen, maar ook vrij snel weer verdwijnen. Dus als jij gelijk op elke tool die binnenkomt gaat schieten en denkt, daar ga ik een koppeling mee maken, is niet altijd even handig. Dus kijk wel eventjes van, nou, is het een stabiele partij die ik voor de toekomst wil blijven gebruiken? Of is het inderdaad eentje die waarschijnlijk morgen alweer verdwenen is. Hoeft niet per se slecht te zijn. Hè? Het kan best zijn dat in de huidige markt er iets gebeurt, waardoor een bepaalde tool heel actueel is. Nou, als jij die koppeling dan heel snel kan realiseren, ja, en het zou na een loop van tijd weer komen te vervallen, dan kan dat helemaal prima zijn. Maar weet jij dat het 3 maanden tijd gaat kosten om die koppeling te maken? En vervolgens blijkt dat die partij over 3 maanden al failliet is. Ja, dat is wel vervelend, zeg maar. Dus kijk wel even goed naar van, is het een eendagsvlieg, is het een blijver? Of in ieder geval, kijk even de snelheid van de realisatie van de koppeling in vergelijking met ook wat je verwacht, hoe lang die partij nuttig voor je blijft. GDPR-proof, ook erg belangrijk. We zitten in de recruitmentbranche, werken met persoonsgegevens. En we moeten uiteraard de privacy daarvan ook goed bewaken. Zo heeft Otis met hun klanten allemaal een verwerkersovereenkomst opgesteld. En ook subverwerkersovereenkomsten met directe partners. Dus werk je met verschillende softwarepartijen en ga je deze koppelen. En ga je dus bijvoorbeeld ook die persoonsgegevens uitwisselen. Zorg dan wel dat je gewoon de juiste afspraken op papier hebt staan. Dus dat is niet, dat is in ieder geval erg belangrijk wel om in het achterhoofd te houden en om daarover na te denken. Om maar niet gewoon overal blind mee te gaan koppelen. Hou die privacy in gedachten. En werk met een integratiespecialist. Hè. Of het nu gebouwd moet worden met de API van Otis of juist op de API van een andere partij. Zorg ervoor dat je een goede specialist hebt die koppeling gaat realiseren. En die begrijpt waarom je de systemen wil koppelen. Je hebt vaak ook wel dat mensen ergens een developer uit hun kennisnetwerk zeggen, oh, ik kan wel even een koppelingetje, ik weet hoe API's werken, ik kan wel een koppelingetje voor jullie realiseren. Fantastisch. Kan een leuke goedkope oplossing bijvoorbeeld ook zijn.
Echter zie je dan toch, als de expertise mist, omdat ze het ene softwarepakket niet kennen of het andere software niet kennen of überhaupt de markt eigenlijk niet echt kennen, dat ze het begrip van waarom het nou noodzakelijk is niet helemaal begrijpen, ja, dan gaat die integratie soms ook helemaal niet doen wat je wil. Dus dat is echt wel belangrijk dat je iemand hebt die gewoon de branche ook begrijpt en begrijpt wat het doel is van de hele koppeling. En ook eentje die natuurlijk betrouwbaar is en voor de juiste doorlooptijd zorgt die je hebt afgesproken. Maar vooral ook hou in de gaten dat een koppeling onderhouden moet blijven. Het kan zijn omdat de API in de loop van de tijd wordt doorontwikkeld of dat er toch kleine veranderingen zijn. Dan kan het zijn dat die koppeling wat onderhoud nodig heeft, dat er wat kleine wijzigingen nodig zijn. Ja, heb jij destijds een developertje ergens vandaan getrokken, die heeft voor jou eventjes wat in elkaar geknutseld en is daarna verdwenen. Dan kan het voor een andere partij best lastig zijn om daar zomaar ondersteuning op te kunnen bieden. Die kennen die code niet. Of het is misschien ook code die voor die developer hartstikke leuk is, maar niet echt netjes of volgens de regels. Dan kan het maar zo zijn dat de hele koppeling weer opnieuw gebouwd moet worden. Dus kijk ook wel eventjes naar een valide partij die dat kan bouwen, die daar de capaciteit en kennis in heeft om het ook te ondersteunen en in de toekomst te blijven ondersteunen. En die dat ook misschien documenteert, wat ook wel handig is, zodat het in de toekomst ook weer uitgebreid kan worden of simpelweg overeind gehouden kan worden. Goed, dat was eigenlijk in de basis mijn verhaal over API's en koppelen, hoe dat in het verleden ging en hoe dat nu kan. Als laatste wil ik jullie wijzen op de partners en koppelingen die Otis op dit moment heeft. We hebben daar een website voor. Dus otis.nl/otis-partners. Dat zijn de officiële partners van Otis. Dus het kan best zijn dat hier nog een aantal partijen opstaan waar we ook mee koppelen. Dat is alleen allemaal niet via de officiële partnerovereenkomsten. Dus die staan allemaal niet op deze manier op de website. Dus verkijk je hier niet alleen maar op. Maar kijk ook nog verder of vraag na op het moment dat je interesse in iets hebt. Ik ga hem wel even laten zien. Dus als je gewoon naar onze Otis website gaat, je klikt op producten en dan zie je hier ook een kopje partners en koppelingen. En dan kom je op deze site terecht. Nou, je zal zien dat al een hoop van deze partners tijdens de vorige webinars zijn besproken. En dat er dan bijvoorbeeld ook een demo is gegeven. Dus ik ga dat nu niet herhalen. Ik ga er nog wel een paar even uitlichten die ook in de afgelopen webinars naar voren zijn gekomen. Maar kijk die dan dus ook straks even terug. Om te zien hoe ze bijvoorbeeld in Otis actief staan. Als we even bijvoorbeeld kijken, hebben we het volgens mij tijdens de eerste webinar ook over datacollectief gehad. Dat is een tooltje om gemakkelijk relatie- en contactpersoongegevens op te halen. Dus heb jij op een gegeven moment het idee om met een bepaald bedrijf in contact te treden, dan kan je vanuit Otis dat bedrijf opzoeken, gewoon op basis van naam of KVK-nummer. In die database van datacollectief gaat Otis dan zoeken. Komen de opties naar voren en kan je gelijk die gegevens van de relatie, maar ook van een contactpersoon in je Otis-systeem trekken. Dus dan wordt er gewoon een relatie in Otis aangemaakt die gelijk al adresgegevens heeft, het KVK-nummer is ingevuld. En bijvoorbeeld van de contactpersoon zijn er ook e-mailadressen en telefoonnummers bekend, zodat jij die relatie en de juiste contactpersoon kan gaan benaderen. Andere, deze Nix heb ik bijvoorbeeld ook besproken in mijn webinar, dat was in week 2. Is een tooltje die heel functioneel kan zijn in het uitzetten van je vacatures. Of hoe zeg ik dat? Een zoekopdracht uitzetten voor je vacatures om kandidaten binnen te halen. Dus ik ben op zoek naar een bepaalde doelgroep. Nix is een robot die gaat voor mij aan de slag. Die gaat inderdaad de verschillende sources af. Denk aan LinkedIn, maar ook bijvoorbeeld Facebook of Indeed of een monsterboard. Dat zijn natuurlijk allemaal kandidaatgegevens. Nou, Nix gaat voor jou aan de slag en op het moment dat zij dan geschikte kandidaten hebben gevonden, dan zullen ze deze kandidaten ook in je autosysteem plaatsen en als je wil ook gewoon koppelen aan die vacatures. Hè, op onze partnerpagina, als je dan zo'n blokje ook aanklikt of leest meer, dan is het ook vaak zo dat we nog een stukje uitleg geven over die partner. Maar dat er bijvoorbeeld ook een videootje bij zit over dus de werking. Dus dan kan het ook zijn dat een stukje demo eigenlijk wordt gegeven over hoe zo'n partner nu in elkaar steekt. Of je kan ook van jullie pagina dan een demo aanvragen. Eens even kijken, wat hebben we nog meer besproken? JobDigger is ook een partij die besproken is volgens mij in de eerste webinar weer. Dat ging met name over ook hoe je in Otis waardevolle marktinformatie kan binnenhalen. Zodat je bij je vacature ook ziet van hey, dit is de huidige kandidatenmarktsituatie voor de vacature. Maar ook hier kan je weer
hoe zeg ik dat, soort van vacature alerts instellen. Dat op het moment dat er nieuwe vacatures in de markt komen, die voor jou interessant zijn, dat je die ook in je systeem kan zetten. Zodat jij eigenlijk die aanvraag achteraan kan zetten. Of dat je mensen kan gaan aanbieden op die openstaande vacatures. Djibouti heb ik net genoemd. Een stukje kan die chatbot zijn op je website, maar het kan ook dus voor via WhatsApp eigenlijk het laten inplannen van een intake. Mailchimp is ook van een van de webinars besproken. Dat is meer voor die marketing automatisation. Op het moment dat je daar gewoon met verzendlijsten van Otis aan de slag wil gaan met de partner die dan mail marketing e-mailing kan verzorgen. Ik zit even te kijken. Pre-contact tool heb ik ook in mijn webinar besproken, waar we net datacollectief hadden voor de relatie- en contactpersoongegevens, is eigenlijk de pre-contact tool meer op de kandidaatgegevens. Dus als je dan een kandidaat in Otis hebt, kan je met één klik op zoek gaan naar telefoonnummers en e-mailadressen van de kandidaat, zodat je die kan gaan benaderen. Roodrobin is ook een partij die, waar je zoekopdrachten uit kan zetten. En dan gaan ze op zoek naar kandidaten voor je. En hebben ze dan kandidaten gevonden, dan zullen ze die aan je voorstellen. Kan je zelf kiezen welke kandidaten je ook daadwerkelijk in je systeem wil hebben en waar je mee aan de slag wil gaan. Afgelopen webinar die Bastiaan heeft gegeven, het ook nog gehad over Solid Flex Solution. Dat is eigenlijk meer, hoe moet ik dat zeggen, een soort van tussenpartij. Die kan helpen ook met diverse koppelingen. Dus die zorgt gewoon voor dat er een aantal gegevens van auto's naar Solid Flex gaan. En zij kunnen met best wel veel verschillende partijen. Bastiaan, jij kan denk ik even op de huidige partijen beter benoemen. Maar die zorgen dan dat die gegevens ook weer daarheen kunnen gaan of weer terug. Dus eigenlijk een soort van tussenpartij die zorgt dat al die partijen met elkaar weer kunnen communiceren. Die maakt het net weer wat. Ja, die partijen, dat is echt een lijst van, weet ik het, 25, 30 partijen. En om heel eerlijk te zijn, kan ik die niet direct op. Opdreunen. Maar volgens mij staat het op hun website. Anders kunnen we dat. Eigenlijk is dat gewoon een beetje de koppel-expert. Zo moet je bijna zien. Die bouwt gewoon de koppelingen en zorgt dat al die verschillende partijen met elkaar kunnen communiceren. Dat is ook wel heel interessant. Een stipje heb je ook vorige week behandeld. Dat is bijvoorbeeld voor contactmanagement wel handig. Op het moment dat jij bepaalde documenten in Otis upload of misschien ook juist genereert, dat je die ook digitaal kan laten ondertekenen. Met eventueel ook nog een sms-authenticatie. Nou ja, zoals je ziet zijn er best wel veel partijen. Hier nog Vonk voor de vacature-marketing. Om je vacatures naar de diverse jobplatformen te krijgen. Nou, dus er staan hier al heel veel partijen genoemd. Dit is dus niet een complete lijst. Er kunnen ook best nog wel wat partners zijn die nog niet helemaal officieel zijn. Dus die staan nog niet weer op deze partner. Of die zijn nog net in ontwikkeling. Dus heb je vragen over partners, over tools, over koppelingen die hier niet op staan. Neem gerust ook gewoon contact op met je accountmanager bij Otis. Of stuur dus even dat mailtje naar marketing@otis.nl. Dan kunnen we eens even kijken of we daar al wat in kunnen betekenen. Of dat het misschien heel simpel is om via de API een koppeling te realiseren. Dat is natuurlijk ook nog een optie. Wil jullie in ieder geval vragen om daar gewoon eens over na te denken. Van waar zitten de gaten, de hobbels, de frustratie in mijn proces. En zijn er gewoon mogelijkheden om dat te verbeteren. En soms ligt de oplossing al in de bestaande software. Met software waar je al mee werkt, dat die gewoon al een oplossing bieden. En soms kan het zijn dat er heel makkelijk een derde partij bij betrokken kan worden. Die gewoon een oplossing kan bieden. Dus ga niet met omwegen of frustratie door blijven werken. Maar kijk gewoon naar een oplossing. Dat is in ieder geval in veel gevallen gewoon mogelijk. Vragen? Stuur ze naar marketing.nl. Sorry. Voordat we naar het marketing e-mailadres gaan. goede vraag. Jules, de vraag die heb je meer of meer behandeld, maar nog niet helemaal. De vraag van Jules is, er ook een tool om aan jouw profiel gekoppelde LinkedIn profielen in te laden in Otis Go? En Jules zegt, dat vind ik geen eendagse vlieg, dat zou toch een blijvertje zijn? Sorry, en wat zeg je nou? Want ik verstond de eerste. Dus, is er ook een tool om aan jouw profiel gekoppelde LinkedIn-profielen in te laden in Otis? Met andere woorden, Jules heeft een hele hoop LinkedIn-contacten. En die wilde ik eigenlijk gesynkt hebben met zijn Otis-database. Ik zit even te denken wat daar de meest snelle route in is. Want ik weet niet welke tool jij dan nu in gedachten hebt.
Nou, ik zit te denken aan niks, alleen dat werkt net eventjes wat anders dan hoe Jules mee gedacht heeft. Jules kennen er waarschijnlijk een hele hoop eerste lijns contacten. En volgens mij zou niks al die eerste lijns contacten in auto's kunnen laden als kandidaten. Maar dat is eigenlijk niet hoe niks gemaakt is. Niks bedenkt namelijk van, joh, weet je, kan we allemaal profielen in auto's inladen. Maar daar wordt Jules niet zo gelukkig van. Waar Jules gelukkiger van wordt, is op het moment dat hij een vacature heeft, dat niks dan gaat zoeken naar passende kandidaten. En dat kunnen dus eerste lijnscontacten zijn, maar dat kunnen ook tweede lijnscontacten zijn, derde lijnscontacten of verder. En op basis van die matches, dat die kandidaten dan specifiek geladen worden in auto's en gekoppeld worden aan de vacature. Ja. Dus dat is, dus jij kent niks beter dan ik, maar dat is hoe ik niks ken. En dat is voor mij op zich ook een logischere manier dan gewoon botweg al je contacten in auto's inladen. Want dan zou Bas en Frans ook in auto's worden ingeladen. Mocht Sjoel toch zoiets hebben van, hey, ja, maar ik wil gewoon echt gewoon al mijn LinkedIn contacten als kandidaat in auto's. Dan denk ik dat niks dat wel in staat is om dat daar iets voor te maken. Dat wou ik zeggen. En wat niks bijvoorbeeld ook wel onderscheid in maakt. Je hebt LinkedIn dat je inderdaad dat hun kunnen zoeken vanuit een LinkedIn-account. Dus dan kan het zijn dat ze in jouw netwerk moeten zoeken. Maar ze hebben bijvoorbeeld ook de LinkedIn, moet ik zeggen, X-ray heet dat volgens mij, optie. En dan betekent dat ze eigenlijk gaan zoeken op LinkedIn zonder account of login, zeg maar. En dan kunnen ze dus veel breder ook in de kandidatenmarkt zoeken. Dan krijg je dus ook veel bredere kandidaat input, want jij hoeft geen relatie ermee te hebben. Het kan wel zijn dan dat de gegevens die zij dan vinden van de kandidaat, dat die wat beperkter zijn. En dat het soms dan bijvoorbeeld handig is om via een andere tool, zoals bijvoorbeeld pre-contact tool, dan de daadwerkelijke contactgegevens op te halen. Dus daar ligt het soms een beetje aan. En dan zoals je kijkt naar Nix, die kunnen bijvoorbeeld ook, als het moment dat zij een kandidaat binnen hebben gehad, ook een soort berichtje al naar de kandidaat versturen als je dat wil. Dus er zijn daar wat verschillende mogelijkheden in. En ik denk ook inderdaad wat jij zegt, als je aan Nick vraagt van, goh, ik zou in één keer heel graag, om wat voor reden dan ook, toch wel mijn hele netwerk van LinkedIn in auto's willen hebben zetten, dat ze daar ook wel een mogelijkheid voor hebben. Hun doen dat alleen al wel op een hele slimme manier, want ook, hoe zeg je dat, LinkedIn, hoe zeg ik dat nou? Is wel gevoelig natuurlijk voor data onttrekken. Dat moet wel op een slimme wijze, zeg maar. Anders dan vindt LinkedIn dat niet zo leuk. Dus dat zal op een, vanuit hun wel op een goede manier gedaan kunnen worden, zodat LinkedIn dat ook accepteert. Ja, dus het antwoord voor Jules is niks. Met K op het eind. Vraag van Natasja. En Natasja vraagt zich af waar ze haar API-koppeling kan vinden. Die is dus niet zomaar vindbaar. Dat is inderdaad iets wat via je accountmanager aangevraagd. Want het is wel zo dat wij voor elke koppeling, zeg maar, het liefst een soort van eigen API-key willen creëren. Zodat je ook kan zien van welke partij natuurlijk via welke... wacht even, ik moet het goed uitleggen. Ik word heel warrig. Je wil natuurlijk wel kunnen zien op het moment dat gegevens uitgewisseld gaan worden, of dat nou is met opvragen of met terugsturen, wie dat heeft gedaan. En het is dus geen gebruiker, dus je ziet in auto's niet meer van, hey, Pietje of Klaasje heeft deze kandidaat gewijzigd. Maar je wilt dan eigenlijk kunnen zien, deze externe partij heeft de kandidaat gewijzigd. En daarom moet er ook even wel in de autoskant er een juiste inrichting voor gedaan worden. Dat dus ook te herleiden is wie de wijziging heeft gemaakt, welke partij. Is dat de consultant geweest? Of is het dus de externe partij geweest die gegevensuitwisseling heeft uitgevoerd. Dus er zijn wat kanten aan auto's nodig om dat goed neer te zetten. Maar als die basis dan is, dan kan een externe partij daar gewoon gaan bouwen zoals ze willen. Yes. Eens even zien, dan een vraag van Deborah. Als een bot door een kandidaat in het systeem wordt gezet, hoe wordt dat dan gemeld aan je? Ik kan me indenken, inderdaad, of botjes automatisch allemaal dingen in je systeem gaan zetten, dat een beetje onheilig gevoel geeft. Ja, dat ligt natuurlijk een beetje aan de partners en wat doen ze. Maken ze een nieuwe kandidaat aan? Maken ze nieuwe vacature aan? En kijk, de ene partij kiest ervoor om een nieuwe kandidaat aan te maken en bijvoorbeeld ook nog een mailtje te sturen, zodat je dat herkent. Maar het kan ook zijn dat zij gewoon kandidaat in het systeem zetten en zorgen voor een specifieke status, dat ze inderdaad de status geven, niks kandidaat. En dat jij dan ook in het systeem heel duidelijk kan zien, hey, deze er is een nieuwe kandidaat binnen met de status niks. Daar ga ik dan nu achteraan. Dus het ligt wel een beetje aan de derde partij ook. Of aan de koppeling eigenlijk.
wat precies de herkenningspunten zijn. Is het een bepaalde status? Is het een bepaalde procedurestatus? Is het toch nog een mailtje die je een extra signalering geeft? Er zijn er verschillende routes in, maar je zal altijd een herkenningspunt moeten inbouwen. En dat is gewoon voor een koppeling gewoon van belangrijk, dat jullie wel kunnen zien natuurlijk van waar jouw acties liggen. En dat je ook het stukje achtergrond meekrijgt van, hey, deze kandidaat heb ik niet zelf in het systeem gezet, maar dat is dus door een derde partij gedaan. Yes, helemaal goed. En dat waren de vragen voor nu. Oké. Nou, voor nu, dat zijn we aan het einde. Dus dan zijn we webinar. Ja, nu houdt de vragenuurtje via de webinar op, inderdaad. En als je dan toch nog vragen hebt na het afsluiten van deze webinar, dan mag je die dus sturen naar marketing@otis.nl. En ik ga zo meteen marketing dat gelijk eventjes vragen. Wil je andere video's van zien, maar ook de webinars terugkijken, dan kan dat via ons YouTube-kanaal. Je ziet hier even het volledige adres nog van het YouTube-kanaal. Als het goed is, sturen ze sowieso de opname wel per mail naar alle deelnemers van deze webinar. Dus je krijgt ook daarin nog wel het specifieke linkje te zien naar de webinar. Maar goed, je kan dus gewoon op ons YouTube-kanaal, ga naar YouTube, filter op Otis Recruiting Technology en dan krijg je gewoon alle video's te zien. En kan je dus deze, de vorige en al onze andere video's gewoon terugkijken. Dat was hem, Bastiaan. Dat is iets geweldig. Verder geen vragen. Dus dankjewel, Janine, voor de zeer duidelijke uitleg. En, okay. Ja, nou, jullie bedankt ook weer voor de aandacht. En tot de volgende webinar, die vast binnenkort ook weer gaat komen. Maar deze reeks is in ieder geval even afgelopen. En dan zien we jullie later weer. Dank jullie wel. Tot ziens.